Vandaag hebben we een klant in de salon en deze klant wil graag informatie over permanente make-up. Vertel, ja. Wat wilt u weten? Hallo, ik wil even weten of permanente make-up vergelijkbaar is met het zetten van een echte tatoeage. Nee, dit is niet het geval. Permanente make-up gaat minder diep in de huid. En permanente make-up is ook een tijdelijk pigment. Anders als een tatoeage, deze zal niet meer uit uw huid verdwijnen. En permanente make-up is met 2 tot 5 jaar zo goed als vervaagd. U zult altijd een kleine waas in de huid achterhouden, maar dat is eigenlijk niet. Ja, en ik heb nog een vraag aan je van, in welk geval zou je niet behandeld kunnen worden met permanent make-up? Zijn er bepaalde gevallen dat het niet kan? Ja, het gaat even in dit geval niet op voor u, maar als u onder de 16 zou zijn geweest, dan had het inderdaad niet gemogen zonder toestemming van ouders of voogd. Ja. Bij zwangerschap mag het ook niet, raden we het af. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het niet zou, dat het kwaad zou kunnen zeggen aan de vrucht. Maar wij raden gewoon in zwangerschap gewoon echt dat soort dingetjes af. Mm-hmm. Heeft u een aandoening aan de huid, bij de ogen, de mond, heeft u koortslippen heel erg, problemen met de ogen, eczeem, dat soort dingen. Dingen waarvan u twijfelt, dan raden we het ook inderdaad af of neem eerst even contact op met uw huisarts. Ja, en anders een allergietest laten doen. Inderdaad. Dat is een belangrijke vraag. Stel je voor als ik allergisch ben voor de inkt die je gaat gebruiken. Ik weet het niet, maar hoe kom je daarachter? Wat kan je daarmee doen? Want sommige producten reageren wel allergisch op. Als u het niet zeker weet, en dat weet je natuurlijk niet echt zeker, het is altijd een risico wat je hebt. Het is een plantaardig pigment, het is niet vergelijkbaar met een henna, maar toch kun je er misschien een allergie voor hebben. Ja. Een allergie wil niet zeggen dat het heel erg is en dat je allemaal rare plekjes krijgt of zo. Dat is echt nog nooit gebeurd. Wel kun je bijvoorbeeld jeuk krijgen. Het pigment kan zodanig wegvallen dat er bijna niets meer te zien is. In het geval van de ogen kan het zijn dat je er toch wel op reageert met je slijmvlies. Dat je er niet tegen kunt. Dan zou ik zeggen, neem een allergietest. Die voeren wij uit onder uw voedsel. Onder de voet kom je er al heel snel achter of je er tegen kunt, ja of nee. Zetten we 3 kleine streepjes, waarvan 1 met het pigment, 1 met het pigment en een lijm en 1 met het pigment met de nazorgcreme. Mocht u nou reageren op 1 van die 3 streepjes, dan weten wij dus ook waar u niet tegen kunt. Is het de crème? Is het inderdaad de lijm waarmee we de wenkbrauwen aflijmen na het eind van de behandeling? Dit wordt niet op de ogen of op de mond gebruikt. Of is het echt puur het pigment? Kost dat ook geld, zo'n test? Ja, een test kost €55, maar dan bent u er wel zeker van of u er tegen kunt, ja of nee. Oké, ja. En als je zo'n test gedaan hebt, na hoeveel tijd kan ik dan zeggen van dat ik permanent make-up ga doen? Hoe lang moet ik het afwachten? Binnen 48 uur na de test kunt u ervan uitgaan dat het resultaat eigenlijk gewoon is zoals u het onder de voet kunt zien. Dus heeft u gereageerd in die tussentijd, dan moet dat echt al binnen die 48 uur zijn. Goed. En anders kunt u er gewoon van uitgaan dat ik permanent. Nog een vraag, Aje. Een tatoeage, is dat hetzelfde als permanent make-up qua gevoel? Is het pijnlijk? Hoe moet ik me dat voorstellen? Het is niet hetzelfde als het gevoel van een tatoeage. Ik zal wel zeggen, het is wel even goed gevoelig. Maar wij raden aan om de klant eerst van tevoren even Emla-creme te laten ophalen. Dat kun je op recept van de dokter verkrijgen. En tevens is het verstandig om ongeveer een half uur voor de behandeling even 2 paracetamolletjes in te nemen. Hou er ook echt rekening mee dat dit paracetamol is, want andere pijnstillende middelen kunnen bloedverdunnend werken. En dat heeft dus een nadelige gevolg tijdens de behandeling. Veel bloed heeft de kans ook dat het pigment eerder uit de huid vandaan zal spoelen tijdens de behandeling. Oh, nou dan heb je meteen een goed punt, want ik gebruik bloedverdunners. Hoe moet ik dat dan aanpakken als je permanent make-up gaat zetten bij me? Mocht u bloedverdunners inderdaad gebruiken, dan adviseren wij om toch 48 uur van tevoren de behandeling met de bloedverdunners even stop te zetten, mocht dit mogelijk zijn. Als het niet mogelijk is, mag u ze gewoon blijven slikken. Wel raad ik u aan, als het echt in een hoge dosis is, om even op advies van de dokter toch te vragen of u het misschien iets lager zou mogen zetten. En als dit niet nodig is, ja, als het niet nodig zou kunnen zijn dat u het zeg maar stopt. Mm-hmm. Ja, dan haalt het gewoon op. Dan voeren de behandeling even goed uit. Ik gebruik ook een soort aluin. Dat stopt het bloeden ook tijdens de behandeling. Okay. Wel een deel, zeg maar. Ja. Maar ja, goed. Er is altijd een risico dat inderdaad het pigment toch wel een beetje wegspoelt. Ja, dat dacht ik. Ja. Maar dan weet ik dat. Dan kan ik daar rekening mee houden. Nou, dankjewel. Dat is ook alweer duidelijk. Zijn er nog meer dingen waar we rekening mee moeten houden als permanent make-up gezet wordt? In verband met gezondheidstoestand? Ik weet maar nooit. Ja, klopt.
Het is heel belangrijk dat, mocht u chemo ondergaan, dat u wel permanente make-up kunt zetten voor een behandeling, niet tijdens de behandeling. En na een behandeling is het verstandig om dit pas na 3 maanden tot een half jaar te ondergaan. Tevens is het belangrijk om te weten, mocht u bloeddonor zijn, dat u een half jaar tot een jaar geen bloed mag afgeven. Ik heb nog een vraag aan je. Van, als je permanente make-up gaat zetten, scheer dan mijn wenkbrauwhaartjes, want ik heb hier nog haartjes zitten. Scheer die weg. Mm-hmm. En ja, dan komt het pigment er natuurlijk tussenin. Maar wat moet ik daarna met die haartjes doen? Moet die gewoon blijven verven en epileren? Want ik neem aan dat dat gewoon door blijft groeien. Hoe doen we dat? Nou, wij scheren de wenkbrauwen sowieso niet weg. We zijn heel blij ermee als er haartjes staan. Als die er niet staan, maakt het even goed niet uit. Kunnen we de behandeling gewoon doen. Dat is geen probleem. Wel halen we de haartjes weg die overtollig zijn. Dus die buiten het pigment uitkomen, epileren we mooi strak in een model. Die groeien ook wel weer aan? Die groeien gewoon wel weer aan. En het is de bedoeling dat u dit toch ook wel zelf thuis bijhoudt om het effect toch wel mooi te houden. Want anders ga je dus zien dat de wenkbrauwen echt getatoeëerd zijn. Als je hem gewoon mooi op de lijn blijft epileren, dan ziet het er ook uit als een natuurlijke wenkbrauw. En ik kan er ook gewoon de wenkbrauwhaars laten verven nadat het permanent make-up is aangebracht? Ja, als u blonde haartjes heeft, is het verstandig inderdaad om deze toch wel een tintje donker te maken. Omdat hele blonde haartjes met lichtinval, van bijvoorbeeld van boven, het natuurlicht, dat het pigment er ook meteen veel lichter uitzien. En als je af en toe gewoon even de wenkbrauwtjes zal verven, dan ziet het er toch een stuk verzorgder uit en ook echter. Okay. Het effect is echter. Als je een hele blonde wenkbrauw hebt met een pigment eronder, ziet het nep. En als je een heel klein beetje kleur erin laat aanbrengen, hoeft helemaal niet zo vaak. 1 keer in de 1,5 maand is meer dan genoeg. Okay. Dan is het toch wel echt een stuk mooier. Goed.